En BNSM van zaterdag uiteraard opnieuw heel veel aandacht voor de vliegramp in Libië. Aansluitend erop hebben we een interview met Jan van der Ven uit Halsteren. Hij verloor in 1977 zijn vrouw en zijn twee kinderen bij de vliegramp in Tenerife. En hij maakt zich nu erg boos over de manier waarop overheid en de media met deze ramp omgaan. Verder een verhaal over de Haagse horrorarts Rock Gordien, die tal van letselschade te wachten staat. Dat zegt tenminste zijn Breda's advocaat Rob Vermeeren. Er is al beslag gelegd op de woning van de arts. Het is tot de aandacht voor de hoogtepunten uit het programma van het Breda's Chassé Theater voor het komende seizoen.